Dank u, wat fijn. Mevrouw. Heel fijn, dank u wel. De bedoeling is dat na de, als we hier, hier weggaan, bij deze volgorde afgaat. Oké. Okay. Dus eerst naar de eerste standverhandeling, want dan hebben we niet de hele club. Oké. Okay. Maar ik ben Adrie van den Dikkenberg. En als voorzitter van het bestuur van de Stichting voor Cultuur, Historisch Erfgoed, Zeerenberg en Berg, zoals we zo mooi heten, die ook eigenaar is van het Stadsmuseum, wil ik u van harte welkom heten hier. We hebben het vandaag over de opening, we zijn hier voor de opening van een expositie. En niet alleen een expositie, maar we hebben ook een nieuwe stadswandeling ontwikkeld. En we hebben in ieder geval het voornemen, en het ziet er nog steeds goed naar uit dat dat ook gaat lukken, dat we in de zomer ook nog een escape route krijgen, waarmee via opdrachten Maria van Nassau kan geholpen worden om de stad te verlaten. Hoe is deze expositie tot stand gekomen? En dit is nu in 5 jaar dat wij bestaan. We zijn in 2017 is ons museum geopend. Dus eigenlijk vieren we ook dit jaar ons 5-jarig bestaan. Was Hans Hegman degene die alle input gaf voor de historische weetjes. Hij is ook de geestelijke vader van het museum. Heeft samenwerking ook met het archief van Huis Berg en toen nog John Tobe bezig geweest met de opzet van het museum. Goedemiddag. En waarom is Zeerenberg nou zo mooi? Niet alleen omdat het zo monumentaal is, maar omdat het die rijke geschiedenis in zich herbergt. Ik kan natuurlijk niet zo erover vertellen als Hans Hegeman. Dat is onnavolgbaar. En dat is vaak met mensen die over de geschiedenis gaan vertellen. Die zijn niet meer te volgen op een bepaald moment, want die weten alle details. Dan zie ik de bevlogenheid waarmee ik de afgelopen 8 maanden de mensen in Zeerenberg over deze stad, dit stadje heb horen spreken, over dit museum heb horen spreken. En ik denk ook gewoon dat het, en ik zie ook mensen hier uit de politiek zitten, dat je het aan je stand verplicht bent om in deze tijd te zorgen dat zoiets in stand blijft, zo'n museum. Als wij musea niet meer in stand houden in dit land, dan vergooien we eigenlijk ons cultureel erfgoed. Het is net al opgenoemd. En ik vind het dus inderdaad ook een ereplicht. Ik kijk ook even naar de raadsleden hier. Ik vind het een ereplicht voor ons als gemeente om daar onze bijdrage aan te leveren. Om Zeerenberg op de kaart te zetten. Om het museum de ruimte te geven om te kunnen zijn wat het is. En het is heel veel. Het is iets wat we moeten koesteren. Je kunt geschiedenis, je kunt musea, je kunt kerken, je kunt historische panden maar 1 keer kwijtraken en dan zijn ze weg. En dan blijven de foto's over. En dat is jammer. Dat moeten we niet met deze stad doen. Dat moeten we niet met de geschiedenis doen. En dat moeten we zeker niet met zo'n prachtige vrouw als Maria doen. Mij is gevraagd om dit katheter te openen. En dan staat er een prachtige tekst van Olivier Basselin. Die ga ik u niet voorlezen. Ik tref hier een brief aan. Tot mijn verbazing. Het zal wellicht nodig zijn dat ik die voorlees, maar ik weet helemaal niet of die brief wel voor mij bestemd is. Hij ziet er wel origineel uit, moet ik zeggen. Ach, welgeboren, allerhartelijkst beminde vrouw, mijn moeder. Dat is mijn brief. Dat is een brief van u? Ja, dat klopt. Ach, mag ik u uitnodigen om naar voren te komen om deze brief voor ons te lezen? Graag. En daarmee deze tentoonstelling als geopend te verklaren. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik ga hem voorlezen. Ja. Ach, mijn allerliefste vrouwenmoeder. Was ik toch zo gelukkig dat ik 1 uur bij u zijn kon. En mij met u beraden wat ik toch het beste te doen had. Want ik weet niet wat ik aanvangen moet. Waar ik mij keer of wend, vind ik niets dan tegenspoed. En heb tegenwoordig geen aardse troost in deze landen. Het is mij of ik niemand toebehoor. Sedert mijn zuster dood is, heb ik geen troost of hulp dan die ik nu
onder vreemden zoeken moet. Uw onderdanige dochter, zolang ik leef, Maria van Nassau. Dit is de nu Nederlands hervormde kerk en dit is de oorspronkelijke Pancratius en Georgiuskerk uit de tijd van Maria en ook daarvoor, want hij is al ouder. Hij is door Willem II, dat is een van de voorvaderen van Willem IV, uitgebreid. Het was een kleinere kapel en hij is uitgebreid met de drie hallen die je nog kunt herkennen aan de bogen aan de zijkant van deze kerk. Als het als het zijschip zeg maar even hoog was als het middenschip, dan noemde hij dat een hallenkerk. Hans, hoe kom je eigenlijk aan jouw informatie? Nou, er is eigenlijk helemaal niks overgebleven van Maria. Hè? Het enige wat overgebleven is een zegel, hè, wat onder een document hangt. Daar hebben wij een replica van gemaakt. Hè? Die lijkt op het echte zegel, wat hier in het archief zich bevindt van Huis Bergh. Dat ligt hier. En we hebben een wapen van haar, hè? Een alliantiewapen noemen ze dat. Waar haar wapen en dat van Willem van den Bergh op staat, naast elkaar. Dat komt uit Ulft. Vindt zich daar. Nou, dat is het enige tastbare eigenlijk wat we hebben. Plus een aantal brieven van haar. En die brieven die zijn heel belangrijk. Want daar zit boodschap in aan haar moeder, waar ze in klaagt enzovoort. En dat het hoe slecht gaat met haar onderdanen en met haarzelf en met haar kinderen, noem maar op. Dus dat is de hele mooie informatiebron die we hebben. En daar moeten we het mee doen. Voor de rest kleuren we het in met dingen uit het dagelijkse leven van toen, van de 16e eeuw. En op die manier krijg je toch een heel interessant geheel. Wat je verder hier nog ziet is een aantal schalen, opdienschalen, drinkschaaltjes. Een opdienschaal daar, een wijnkan, twee berkenmeijerglazen. Dit waren een soort van glaswerk wat men toen gebruikte. Dit zijn replica's, geen echte. Wat wel origineel is, zijn die twee bekers die daar staan. De beker op voet is een eenmalige beker. Er is er maar één van in Nederland. Komt uit Depot Nijmegen. En de houten beker is het bekertje waar Adrie het in de inleiding over had. Die hebben wij in Bruikleen. En die staat normaal gesproken in de vitrine in Gertrudis. En die is dus daar uit de grond gekomen. Dat is een 15e eeuwse houten beker. Ook net zo bijzonder als een houten bord uit die tijd. Want ja, hout, dat vergaat over het algemeen. U was uw bezoeker vandaag en wat vond u van deze tentoonstelling? Nou, ik heb mijn ogen uitgekeken. Het is zo goed voorbereid. En dat door al die vrijwilligers. En ze weten zoveel. Het had een mooie kostuums, daar keek ik helemaal van op. Dat we zo begeleid werden langs alle dingen die mooi tentoon zijn gesteld. De teksten duidelijk. En ja, nou, ik kom natuurlijk terug, want het gaat te vlug, er is heel veel te leren. En een hele boeiende tijd, hè? Het ontstaan van Nederland, maar dan in het Westen. En wat gebeurde er hier, hè? De 80-jarige oorlog, al die onvrede en de spanning die er was, waar Maria tussen zat. De echtgenote van een zoon van Willem van Oranje, heb ik begrepen. Hè? Ja, en dan heb je natuurlijk de katholieke kant hier en die Spanjaarden en de protestantse kant daar. Het meest heb ik opgekeken van haar vrijzinnige opvatting. Ieder mag geloven wat hij wil. Zij zat in dat spanningsveld en dat gaf ze vrij. En dat is heel mooi tot uitdrukking gekomen hier. Alles wat ze heeft gedaan. Bewondering voor die vrouw en bewondering voor jullie die dat allemaal hebben opgezet hier. Ik begrijp dat u een mooi boek, een kruidenboek, in Bruikleen heeft gegeven aan deze tentoonstelling. Ja, toevallig. Toevallig, want een van degenen die hier heel veel heeft gedaan, hè, Maria Gertsen, heeft heel veel gewerkt aan deze tentoonstelling. Ik vertelde daar enthousiast over, ze waren bij mij op bezoek. Ik heb heel veel boeken over planten en kruiden. En ik zei, ik heb één boek over kruiden, dat is uit haar tijd. Dat is het boek van Dodoneus. En dat is herdrukt en herdrukt. En dat heeft ze beslist gebruikt hier in de tuin van Serenberg. En ik heb het laten zien. Ik haal het uit de kast. Het is een reprint hoor, niet het origineel. Een reprint, maar het ziet er precies zo uit. En toen zei Maria, oh, dat moeten we laten zien aan de mensen hier. En zo is het gekomen. Maria, mijn echtgenote. Wat ben ik dankbaar dat jij mijn vrouw bent. Ik ben zo blij dat je me tijdens al mijn veldtochten zo trouw bent gebleven.
en voor onze kinderen hebt gezorgd. Willem, na mijn gelukkige jeugd kwam ik hier op Huisberg wonen. Mooie jaren waar onze kinderen zijn geboren. Maar daarna ook ellende met de opstand, een kentering met hevige strijd. Maar ik ben u en mijn familie altijd trouw gebleven. Dankjewel.